Een internationaal gezelschap. Van de bobo's van de Leut en de Lol bij elkaar. Het lijkt één pot nat, maar er zijn verschillen. In Duitsland zeer veel traditioneel, in Holland een beetje meer party. Duitsland heeft echt mooi het uniform, het pak aan. Hier is het veel groter en bij ons is het eigenlijk meer ingetogen. België is een fantasierijk gebeuren wat je voorbij ziet komen. Er zijn ook overeenkomsten. Een goede pint en dan gaan we los. Hè. Het kan niet zijn dat we zo na de eerste auftritt pauze maken moeten. Je ziet er wel, België is, ach dat is goed hè. Echt Bels. En die Duitsers, ja, dat is richting Duits. Die staan er en dan staat er een prins met een heel gevolg. En al die steken, gaat het er nu om wie de grootste heeft? Nee, gelukkig niet. Ik kijk wel altijd met veel genoegen uit wie de mooiste heeft of een originele. En dan is wel eens af en toe op de lach om te kijken wat ze aan hebben, wat ze op hebben. Ik denk, oei. Al die prinsen bij elkaar op het grootste carnavalsfeest van Gelderland heeft ook een doel. Met elkaar praten over het carnaval. Hoe beleef jij het? Hoe doe jij het bij jou? Wat kun je bij ons weer doen? Ja, dat is heel leuk. En je krijgt ook uitwisselingen van verenigingen en van prinsen. Dat, verbroedering. We willen alle carnaval maken en daar zijn we alle gelijk.